29, 30. Ja, maar als je gaat blazen. Blazen. Achterover, hè? Neus. Oh ja, neus, ja. U heeft hier vanochtend een voorlichtingsochtend gegeven over reanimeren. Ja. Hoe belangrijk is dat dat mensen dat kunnen? Reanimeren is ontzettend belangrijk, omdat wanneer er een stilstand van de bloedcirculatie optreedt, men zeker binnen 6 minuten in ieder geval moet beginnen met reanimeren. En als het enigszins kan, ook zo gauw mogelijk te defibrilleren met AED. Ja, ik hoorde net in de wandelgangen, ze schijnen ook op dit moment gestolen te worden. Er zijn zelfs al beveiligingskasten ontworpen om diefstal tegen te gaan. Er zijn wel inderdaad wel voorbeelden dat gestolen zijn, ja. Maar het, landelijk gezien valt het heel erg mee. Want ze zijn echt van levensbelang, hè? Ja, ze zijn van levensbelang, ja. Dat klopt. In sommige AED-kasten, daar wordt het ook op gezegd, staat het er ook op, van dit is een levensreddend apparaat. Het onderhoud, hoe dat ging, want mensen vroegen zich af, zo van, hij wordt 1 keer gebruikt en dan? Ja, ja. Nee, als hij 1 keer gebruikt is, dan is het zo georganiseerd dat diegenen die de AED-kast en de AED beheren, dat die een seintje krijgen van hartslagnu.nl, waar de AED geregistreerd staat. En in dat bericht staat dan dat ze naar de kast moeten gaan en kijken of die gebruikt is. Is die gebruikt, dan moeten de AED-stickers en de batterij, die moeten dan vervangen worden. Ja. U vertelde zeg maar bij het reanimeren dat je mag eigenlijk nooit met 1 beginnen. Waarom is dat? We beginnen niet met 1, 2, 3, 4, 5, omdat dat heel moeilijk het ritme aangeeft hoe je moet reanimeren. Als je bij 21 begint, dan rem je jezelf al een beetje af. Maar dan moet je wel beginnen met 21, 22, 23, 24. En dat is heel anders tellen dan 1, 2, 3. Dan hebben de mensen gauw de neiging om te snel te gaan reanimeren. En te is natuurlijk nooit goed. Te langzaam niet en te snel ook niet. Ik moet even die dingen erop plakken. Ja. U gaat door, dan gaat het massage. Schoon opladen. Linkerkant, hè? Ja, toch maar. Niet aanraken. Ja, en 100 zo'n ding. Stel iemand die wil iets meer doen dan alleen een voorlichtingsochtend. Waar kan die terecht hier in Almelo? Dan worden er diverse cursussen gegeven. Onze stichting AED Hulpverlening Almelo die geeft ook deze reanimatiecursussen. En je kunt opgeven op de website. AED Hulpverlening Almelo.nl. Dan komt u op de website en dan wijst het zich vanzelf. Dan kunt u zich opgeven bij de training of de voorzitter. Mag ik u bedanken voor dit interview? Ja, dat heb ik heel graag gedaan. Okay. Dank u wel. Ja.